Kijk hoe prachtig. Ik een mooi spiegeltje. Dennis een mooie schub. Oh, ik heb ook meet. Dus als je minder weet krijgt, vind jij het fijner. Ja, dan krijg je een 10. Ik kijk net naar mijn fietstopje. Ik zeg net als een aap zo. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wat leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe vlog van mij. Ja, ik ben weer terug in Nederland en hier schijnt het zonnetje ook gewoon. Ik ben met 30 graden verschil thuisgekomen. En ja, heerlijke vakantie gehad. Maar ja, nu begint het normale leven weer. Vloggen in Nederland. En ik dacht, ik ga gewoon gelijk met niemand minder dan mijn echte broer Dennis Groot een hengeltje uitgooien. En hij was al iets eerder begonnen, dus zijn stek is al iets meer opgebouwd. De eerste verspeelde hij, de tweede had hij. En nu heeft hij gewoon al de derde eraan hangen. Ik heb hem verslaafd kunnen krijgen voor het met dat vierde vis, of niet? Klopt helemaal. Ja. Ik heb het super druk, jongens. Dat zien jullie. Ja. Kijk, mooie actie in de hengel. Ja, lekker dit. Mooi weer. Nou, een betere intro kan ik me eigenlijk niet bedenken. Gewoon pad, boem, gelijk met vis. Ja, we zijn er weer. Ja, de vorige keer heb ik heerlijk met mijn broer in een boot gevist. Daar hebben we ook een fantastische sessie gehad. En hij zegt, ja, zonder borrelplateau gaat deze sessie niet lukken. Ik heb wat lekkers meegenomen, maar dat zien jullie later. Ja, en wat jullie zien, we zijn heerlijk aan het koppelen met dat viederen. Lekker naast elkaar, broer en zus, heerlijk. Je ziet mijn broer ook bijna niet zitten in zo'n camouflagepak. Kijk, hij valt gewoon helemaal weg in de natuur. Zien jullie dat? Ja, sinds de vorige vlog, jongen, word ik overal herkend. Dus ik moet gewoon, het zou wel, dit is incognito. Ik zit er eigenlijk niet, maar ik ben er wel. Oh, ik heb ook beet. Kijk, wij vrouwen kunnen twee dingen tegelijk. Vis binnendraaien en tegelijkertijd mijn broer filmen. Kom op, man. Nee, joh. Kom op. Yes. Hoppa. Ja. Hoe ga ik dit nou doen? Ik heb dat nodig. Kijk. 1, 2. Hoppatee. Hoppakeedee. Dit is mijn eerste Nederlandse vis van 2024. Het gaat als een kogel. Hoppa. Lekker dan. Ja, het was een beetje een chaotische start. Maar het heeft wel vis in het net gebracht. Oeh, het zijn ze koud. Kijk hoe prachtig. Ik een mooi spiegeltje. Dennis een mooie schub. Ja, heerlijk toch? Met het zonnetje zo. Nou, ik zeg, we zetten ze terug en opnemen. Ja, we moeten door. Naar de volgende, we moeten door. Ja, want als er één vis over de dam is dan? De volgende meerdere. Hoppa. Op naar de volgende minions. Meteen. En dat is? Druk de maag er twee. Nee. Water. Tik hem aan. Next. Zo, ik ga voor de tweede keer ingooien. En die lange naast me voor de achtste keer. Ja. Zo. Nou, kan ik nou even rustig zitten of niet dan? Oeh, lekker. Mijn tweede vis hangt er alweer aan. Oh, mijn pak is nou alweer vies. Ik heb een nieuw pak, mensen. Daar ben ik heel trots op. Maar kijk, al een vies knietje. Bam, nummer 2. Oh. Dit is echt een prachtpaadje. Moet je die schubben zien. En niet normaal sterk en dik. Oh. We gaan deze prachtige vis weer vrijlaten en op naar de volgende. Ja, beet! Nou, ik had hem natuurlijk gek gemaakt dat hij beet had. Hij had geen beet, maar uiteindelijk... Heeft hij toch weer beet. Nummer 3. Oh. Wat een brandweer. Happy face? Ahaha. Hoppata. Oeh. Die is wel heel sexy, hoor. Ja, ze zijn niet zo groot als in de vorige vlog, maar... We gaan weer voor de actie. Hoppa. Een actie hebben we. Ja, en oké, als je het met dat feeder een cijfer moet geven. Op dit moment? Ja. Het is te chaotisch, het is te druk, dus doe maar dan 8,5. Oh, dus als je minder weet krijgt, vind jij het fijner? Ja, dan krijg je een 10. Jeetje. Ik zit voor mijn rust een beetje, voor het zonnetje en zo, lekker.
Nou ja, ik weet wel hoe we deze visdag tot een 10 plus kunnen krijgen. Dus broer, zet jij het visje even terug. Ja. En dan heb ik wat lekkers meegenomen. Oh, ontspanning. Doei. Lekker man. Eten. Arr. Ja, ik wacht gewoon even met ingooien. Want anders staat die top zo meteen weer gelijk krom op. Je moet eten maken. Ja. En weet je wat nou top is? Mijn broer die zit in Sint-Juttemus te vissen. En ik zit bij de eerste bocht rechts gewoon te vissen op een meter of 30 of zo. Maar hij moest weer, hoeveel slagen heb je? Nou, één ding, ik heb wel geleerd dat ik mijn slagen moet tellen. Het zijn er 65. 65, koekoek. Dan kan je ze hier op 15 meter nog vangen. Uitsloven. Ja, oké. Okay, nou. Eten. Tasje? Ja, toch van Fanta? Ja, ik hou van Fanta. Ik hou van Jurans. Geen metal schijven, maar Jules schijven en gegrilde kipwings. Kom ik daarmee door de keuring, broer? Ja, heerlijk. Zeker met deze suderanse bij die Fanta. Oh. Dat is top. Hey, buffet is... Wat een aasgier. Het buffet is niet eens geopend, jongen. Ik laat dat je even meehelpt. En deze Jules schijven, als je eigenlijk nog even de oven opwarmt. Zo. Nou, eet smakelijk, broer. Smakelijk, hè? Opa. Eet smakelijk. Oh ja, ik wou niet vloeken. Goh, wat lekker! Hoe lekker? Heel lekker. Wat voor cijfer krijgt de vissessie nu met dat vierde vissen? Ja, 10 plus. Kijk, daar doe ik het voor, hè. Kijk, ik had vroeger niet veel tienen op mijn rapport. Maar ik had tienen voor gym en zo en dat soort dingen. Maar... ik ben blij. Moet je zeggen, dat zonnetje is echt subliem. Heerlijk. En Dennis die zei, ja, oranje werkt het beste. Daar zijn we ook mee begonnen. En we hadden natuurlijk even een Max Verstappen, hoe noem je dat? Moment, aan het begin gelijk. Sprintrace. In en weg. En nu kakt het een beetje in, of in de vangrail beland zijn. Dus ik ga eventjes van kleurtje wisselen. Ik ga een wit eraan hangen. Want mijn favoriete kleur eigenlijk met het vissen met de metal feeder is toch wel wit. Misschien kun je op mijn stek een vogelverschrikker neerzetten. Nou, kijk eens naar jezelf. Ja, maar ze blijft niet. Ik heb last van duikeenden. Ik heb 7 duikeenden op mijn stek zitten. Kijk. En ik ben verplaatst. Hier in de verte, ja, ik wil even niet zien. Heb je ergens duikeenden zitten? En op die plek zat Dennis net te vissen. Dus hij heeft nu weer een nieuwe stek aangemaakt, omdat hij van die beesten last bleef houden. Dus hij zit niet meer op het einde van de horizon te vissen. Hij zit nu een beetje op dezelfde lijn als mij te vissen. Maar dan ben ik ervan overtuigd dat we de vis moeten delen. 34 slagen, ik heb ze geteld. Ja. Hoeveel slagen had jij ook alweer aan jou? Ik heb mijn slagen niet geteld. Kijk, een wit dumbeltje. En dan hebben wij, Dennis... had alles klaargemaakt. Green Supreme. Druk je de eerste keer alles aan. Druk je het dumbeltje erin. En dan nog een laagje eroverheen. En dan gaan we eens even kijken of ze die witte lekker naar binnen willen snoepen. De camera staat aan, hè? Koppertje! Nou, alle stuulschijven en kippenvleugeltjes zijn op. Hij heeft het meeste gegeten, maar we hebben ook nog een toetje voor vandaag. Roze koeken! En dit zijn trouwens de lekkerste. Moet de kijkers nog een feitje vertellen? Ja, jij mag vertellen wat je wilt. Oh, wist je dat jullie, dat heb ik gehoord van een bakker, hè? Dat er in gevulde koeken... van de bakker, er zit echt allemaal handelspijs in. En in hele goedkope verhulde koeken, er zit suiker in met witte bonen. Het is geen handelspijs, maar witte bonen met suiker. Echt waar. Kijk maar eens op de verpakking. Sojabonen. Zie je? Zie je? Ja, maar sojabonen zijn geen witte bonen, zijn groene bonen. Daar hebben die alles echt witte bonen op. Sojabonen. Dat is hetzelfde. Zijn ze het witte vergeten hier te zetten. Nou, dus het is nog gezond ook, want er zitten sojabonen in. Denk daar maar eens over na. Ik vind het niet leuk.
Ik haat eenden. Maar ze met z'n drieën zijn ze weer aan het duiken. Kijk, je ziet het nou niet. Maar even kijken. Kijk, er is maar één. Ik ga even inzoomen. En daar komt nummer twee. En nummer drie. Ik heb ook een nieuw voerplekje aangemaakt. Want dat is wel een tip die ik kan geven. Vang je heel veel vis, krijg je geen beet meer. Ja. Heb je eenden op je stek? Nee, ik heb geen eenden op mijn stek. Probeer dan gewoon weer een nieuwe stek. Maar er is ook wel iets veranderd in de omstandigheden. Want de wind die is nu op die kant gaan staan. En eigenlijk sindsdien krijgen we niet echt beet meer. Even mijn mondje bijdraaien. Zo. Take 5. Broer, als we het nou over het method feeden vissen hebben. We zijn daar nou een paar keer, of jij hebt het nou een paar keer gedaan. Nadat wij op stap zijn geweest. Wat is je bijgebleven? Wat is belangrijk? Belangrijk. Dat je je slagen telt. Ja. En dat je elastiekjes moet gebruiken om je spoel als je echt op karpen gaat vissen. Ja. Want als je beet krijgt en dan gaat er een slipper en dat die gewoon het elastiekje stuk trekt en niet je lijn. Is dat al gebeurd of niet? Nee. Oh, oké. Okay. Nee, dat die stuk trekt. Nee, nee? Nee, okay. Inderdaad, dat klopt. Wat is er meer bijgebleven? Vertrouwen in je materiaal hebben. Dat blijft gewoon heel. Ondanks de grootte van de vis. Als je rustig aan drilt. Krijg je elke vis naar binnen toe. Ja, en met wat voor materiaal vis je dan? Ja, goed materiaal. Dat wil je horen toch. En wat is dan goed materiaal? Wat is het merk van dat materiaal? Guru. Wat ook top is, is dat je niet veel hoeft mee te nemen. Oeh, je hebt een liner. Je hebt een liner. Ja, is die duik heen. Oh, je hoeft niet veel mee te nemen. Nee, dat is waar. Stoeltje, emmertje, koffertje, hengel, matje. Dan kun je gewoon in één keer beet pakken, naar je plek te lopen en je keer vissen. Dus, hou daaraan vast dat je weinig mee hoeft te nemen. Het was eventjes stil. Het was even stil, maar we zaten net naar mijn fietentop te kijken en ik had al een paar indicaties. En ik heb natuurlijk een andere plek aangevoerd. En ja hoor, bam, het is er weer heen. Zo zie je maar, blijven zoeken. Zo helder is, zie je zo die vis en hoe die vis getekend is met die schubben zie je gewoon al aankomen, zeg maar. Ja, want dit is een schubkarper toch? Nee, spiegel. Oh, je hebt een hoop verstand van vis, hè jij? Kijk, weer een prachtig spiegeltje. En wie het kleine niet eert, het grote niet weert. Ook deze, dit formaat vis is echt een krachtpad, reefgoed. Ja, subliem. We gaan hem weer laten zwemmen. Wow, dat water is koud, niet normaal. Haha, we hebben er weer een aan. Ja, weet je wat nou het mooiste is? Nou begint mijn broer natuurlijk een beetje jaloers te worden. Want hij dacht, ja, mijn water, mijn vis en ik weet hoe het moet. Zie je, daar gaan ze hier op te filmen. Ik hoorde het. Jullie zeggen, dit is een plaatje. Oei, 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 oei. Ja. En hij op de achtergrond, die gaat stekkerpezen doen, want die gaat mijn kant nou opgooien. Oh. Mooie meisjes vangen mooie visjes, hè broer? Vind je ervan, broer? Ja, we gaan afsluiten deze vlog, want ik ben naar huis toe gevist. Nee, nee, jij moet er op zijn minst ook nog eentje vangen, maar... Dat lijkt op jouw hengel. Prachtig patroontje, hè, zo. Hij is echt bruut. Hij is ook hoog. Jij hebt al heel wat vis in je leven gevangen, hè? Wat zijn de mooiste vis die je ooit gevangen hebt? Qua patroon, qua spiegels? Ja, volschub. Volschub. Okay. Ja. Ja.
Ja, ik heb ooit een keer op 1 januari samen met George een hele mooie spiegel gevangen. Ja, en die is ook heel mooi. En heel wat jaren geleden, een keertje op het Mun, was het echt ijskoud. Ook eentje, maar deze die behoort ook wel tot de top 3. Dus we gaan het terugzetten. Ja, mooi visie. Ik weet waar mijn broer over gaat dromen vannacht. Duikeenden. Eenden die zijn plek gaan terroriseren. Ja, en mijn zusje die van mijn stek afpikt. Ja, ook ik gooi wel eens een keertje verkeerd in. Maar dan moet je bedenken dat hij net naar mij toe gooit. Ja, toen gooide ik hem per ongeluk boven op zijn plopje die ik in het water zag. Dat is niet te doen dit. Maar ja, het was wel zo. Ik gooide boven op zijn plekje plopje in, dingetje. En hij had wel gelijk beet. Ik kijk net naar mijn vierde topje. Ik zeg oeh. Net als een aap zo. Maar wie zijn top ging uiteindelijk krom? Van de grote aap. Ging hij krom. Hey, hallo. Ja, mag ik ook een vraag aan je vertellen? Want jij bent alleen maar aan het woord. Ja, zeg maar. Ja, ik heb een tactiek bedacht, hè. Ja? Ik ben die ene gaan afleiden. Door voer te brengen naar de stek en daar staan houden. En dan stiekem een andere stek op te bouwen. En het wordt beloond. Want... Kijk, het hengel. Daar komt hij aan. Kijk, het hengel is het krom. Daar komt hij aan. Weet je wel. Kijk, het is weer een mooie spiegel, hoor. Hey. Ja? Oh. Nee, schub. Een schub? Ja, het is een schub. Het is edel. In de net. Come on. Kijk eens aan. Prachtig edel schubje. Oh. Zijn we blij, mee? Ja. We hebben weer actie. Een fotootje maken. Je ziet ze wel mooi weg zwemmen, ja, zo, echt, hè? Mooi, hè? Volgende. Hou je ook mijn top in de gaten? Ik kan twee dingen tegelijk, broer. Ja, top. Zometeen moet je hem wel een beetje strak draaien. Zal ik dat even doen? Kijk, let op. Oh, je hebt beet. Ik heb beet. Je hebt beet. Nee, dat is mijn vis, denk ik. Ga met je vis uit mijn lijf vandaan. Wacht. Lekker, hè? En dat is van de Royal Club Ginger Ale. Ja. Schupje of spiegeltje? Spiegeltje. Kleintje. Mini. 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 Hoppa. Ik heb denk ik nog nooit zoveel spiegelkarpjes in een sessie gevangen. In ieder geval mooi beschupte spiegeltjes. Ja, mooi beschupte spiegeltjes. Echt prachtige beestjes zo. En... Ja. En wat gewoon het leukste is dat we de vis weer terug hebben. Want we hebben echt denk ik net 3 kwartier tot een uur geen beet gehad, hè? Ja, inderdaad. En nou een ander plekje, waar Dennis ook op vist, vangen we er nou wel gelijk een paar. Echt top. We hadden het er net over, van hoe komt het dat die vissen dan ook weer terug zijn? Nou, kijk nou eens naar het water en oordeel zelf. De wind is helemaal weg. Ik denk net toch... Wat deed jij? Niks. Helemaal niks. Ik denk dat die vissen net wel de andere kant zijn opgedrukt door de wind. En nu het wind stil is, dat die vis gewoon weer normaal is gaan zwemmen. Het gewicht met dat fiedertje is een 28 grams. Vrij groot. En deze wafters, die oranje, die chocolade heette ze. Oh, deze. Hop. Die doen het vandaag, hè broer? Dat is de beste. Ja, die zit vast in je koffer. Ik ja. Zal je even releasen. Zo, ja, dat is trouwens heel handig, hè, met deze haken. Want ze zijn... Weer haakloos. Ja, lieve mensen, ik hoop dat jullie weer veel kijkplezier gehad hebben. Ik heb in ieder geval weer een heerlijke dag met jou gehad, broer. Deze video hebben we denk ik in hoeveel... Beet. Nee. Ja. Hoeveel uurtjes? Denk een uurtje of 4 opgenomen of zo? 4? Nee man. Korter? 3. 3 uurtjes. Ik kan nagaan. We hebben gewoon super veel vis gevangen. Echt mooie vissen. Echt prachtig qua patroon. En broer, weer bedankt voor de gezellige dag. Alsjeblieft. En vond je het een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan nog even. En tot de volgende keer. En een hele goede visvangst. Wil je nog iets zeggen tegen de mensen thuis? Blijven kijken. Ja, inderdaad. Later. Doei!